Ik moet een presentatie geven over stalking bij huiselijk geweld. Over de actuele wetgeving. Ik heb de zoekvraag en weet in welke bronnen ik ga zoeken. En nu zoek ik op stalking, maar ik krijg geen goede treffers. Hoe kan dat nou? Heb je eraan gedacht om alternatieve termen te gebruiken? Bijvoorbeeld ook het synoniem voor stalken. Deze kan je in één zoekactie samen gebruiken. Het synoniem voor stalking is belaging. Dus zoek ik op stalking or belaging. Wow, hier zit er wel blijkbaar iets tussen. En als je een ruim zoekresultaat krijgt, kun je dat verkleinen door verschillende zoektermen te combineren. Oké, dan ga ik dus zoeken op huiselijk geweld en belaging en wetgeving. Ah, nu krijg ik bruikbare hits. Combineren geeft blijkbaar een beter resultaat. Top! In de meeste bronnen kun je ook uitgebreid zoeken. Daar kun je vaak slimme filters in stellen. En als je nog meer suggesties wilt om snel en effectief te zoeken, vind je tips met hyperlinks in de e-learning Zoek het uit. Succes! Dus eerst weten wat je zoekt, dan waar je dat vindt en dan hoe je het vindt. Dan heb je alles wat je nodig hebt om iets goeds in elkaar te zetten.